Het is eind van september. We zijn ietsjes vroeger dan normaal, maar het kwam net zo uit met andere video's. Bijna eind van september en dat betekent dat er weer een nieuwe This Month's Favorites op de planning staat. Ja, en Willemijn zei ook, zit een beetje voor spek en bonen bij, maar het valt mee. Ja. Je hebt toch al 3 producten. Ja, dus, ik heb niet veel nieuwe producten geprobeerd de afgelopen maand. Dus ja, daarom geen nieuwe producten, maar wel een aantal favorieten van deze maand die ik veel gebruikt heb. Oh ja. Ik ga van laag naar hoog dit keer, zeg maar. Van gewoon favoriet tot grotere favoriet. Oké, okay, nou begin jij maar, want jij hebt het meest. Ik begin. Even kijken, waar begin ik dan mee? Ik begin dan met jou. We kregen namelijk van Anastasia opgestuurd. Superleuk. Voor onze eerste keer dat we van Anastasia wat kregen. De Glow Kit in Sun Dipped. En nou heb ik hem... Ja, ik moet even bijvertellen. De kleuren die je hier ziet zijn niet de originele kleuren. Ik heb ze namelijk verwisseld voor een aantal uit het Clean Palette. Omdat ik ze niet allemaal mooi vond. Ik heb namelijk Moonstone en Bronzed veranderd, zeg maar. In die andere twee kleuren. Dat kan dus. Ah. Ja, tof is dat, hè? Als je er meerdere hebt, kun je ze gewoon eruit halen. En dan in elkaar schuiven. Maar waarom ik deze aanprijs is... Ik vind namelijk deze heel mooi. Dit is Tourmaline. Dat is een soort van grauwige paars. Maar moet je kijken. Kijk, als je hem swatcht... Oh, is hij bronzig. Is het totaal anders. Is het een beetje peach, vind ik. Peach, maar zo, bronzig, ja. 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 Maar ik heb hem wel op mijn wangen nu. Want tegelijkertijd is hij eigenlijk best wel... Deze niet trouwens, hoor. Daaronder. Want tegelijkertijd is het toch wel een blush. Het is een beetje een... Een glanzende blush. Een ondeugend ding. Je denkt eerst, oh, hij is donker. Dan ga je zwart, je denkt je highlighter. Maar als highlighter is die toch eigenlijk voor de hele lichthuidjes te donker. Te donker. Ja. En deze Summer is ook heel mooi. Is een hele mooie gouden. Die heb ik dus op mijn jukbeenderen vandaag de dag. Dus vooral Tourmaline is mijn grote favo. Dan kregen wij onlangs handcremes van Clarins opgestuurd. Hele schattige kleine tubetjes. En ik dacht eerst van, god, €30 voor zo'n klein flesje handcreme. 30? 20, ik weet het even niet, maar voor best 30 veel. Milliliter. Ja, echt, het is duur. Maar ze komen echt in heerlijke geuren. En de Orange Leaf Scented variant is echt mijn favoriet. Je hebt er eentje met pik. En ik heb er 5 dus. En ik heb ook nog een met groene thee. Nou, echt jongens, ik vind ze heerlijk, deze handcremes. Jullie weten dat ik er dol op ben. En het legt ook zo'n lekker... Smeren. Het legt zo'n lekker fluweel laagje om je handen heen. Dat vind ik zo lekker. Ik wil even ruiken eigenlijk. Oh ja. Zo lekker frissig. Okay. Oh, een lekkere geur. Dan mag ik handcreme zo'n bedompt ruiken. Ja, deze is heel lekker fris en licht. Hmm. Dus hele fijne handcreme. Ja, of ik hem zelf ooit ga kopen, denk ik niet. Want ik vind het toch echt... Ja, dan denk ik, nou, ik koop er wel even van een paar euro. Dus meer dan genoeg. Yeah, maar... right. Jij met je room spray van €80. Heb ik dat gekocht? Nee, maar dat wil je altijd. Oh ja, 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 inderdaad. Ja, handcreme. Maar hoe duur was die koekjes handcreme ook alweer van Skins? Oh, ja, €50. Hè? Toch, 40? 40, 39,95. Dat heb je ook gekocht, dus ja, zeg nooit nooit. Eentje die ik ook heel fijn vind en pas nu beter waarderen, nu ik mijn haarroutine eindelijk een beetje onder de knie heb, is deze. Ik wil de naam niet uitspreken, het is zo'n achterlange naam. Gewoon olie voor je haar. Dat zei ik wel in mijn perfecte haarroutine video. Maar ik moet zeggen, als ik mijn haar helemaal gedaan heb, vind ik dit wel echt mooi voor onder in de punten. Bamboo Smooth Candle Oil Dry On Mist Ultimate Frizz Control. Ja. Hoe verzin je het? Ja, doe gewoon inderdaad dat. En hij is gewoon lekker lichtgewicht. Ideaal voor fijn haar. Want olie is vaak, als wij het in ons haar doen, vind ik eigenlijk altijd... Ja, zo mooi staan als je van dat lekkere ruige haar hebt, weet je wel. Maar als je fijn haar hebt en je douwt er olie in, dan... Ja, lijkt het toch snel nattig. Ja, en vet. En dan wordt het eigenlijk heel verzwaard en weet ik veel wat. Maar deze van Candy Oil Bamboo Smooth, blablabla, is wel heel fijn. Favoriet parfum van deze maand is Dahlia Danvin van Givenchy. Kwam vorig jaar uit en ik moet zeggen, ja, ik denk weer van... Heerlijk, hij is wat zwaarder dan bijvoorbeeld Miss Dior, die ik draag. Mm. En daardoor weer uitermate geschikt voor de herfst, wat dat nu is. Waar ik heel erg blij mee ben, want ik hou van de herfst. Dus dit vind ik dan zo'n heel lekker, herfstig, warm, cozy parfum. Nog een keer. Ik heb nog geen parfum op, dus doe het nu even op. Ik ook niet. Ja. Oh, wil je ook een spreetje? Ja, ik vind hem echt heel erg lekker. Nou jongens. Het is een hele lekkere geur. Dus deze is weer voor dit seizoen helemaal in de picture. En het is weer herfst, wat Willemijn inderdaad zegt. Ja. Weet je, het gaat echt heel hard. En om even af te trappen, weet je wat er van de herfst trouwens komt? Wat Jeffree Star gaat uitbrengen? Heel vet. Een zwarte highlighter. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat heet iets... Ik weet niet hoe die heet het met Halloween. Volgens mij speciaal voor Halloween ook. Maar die is dus black. Maar als je hem zwart is, die een beetje zo mooi anthraciet zilverig. Maar wel heel tof. Maar goed, Jeffree Star dus en highlighters. We hebben ze gereviewd. Ik heb hier Lavender Snow onder andere. En ook heb ik hier Peach
Goddess. Ik kan altijd denken aan Jeffree Star aan zijn video's. Een van de meerdere producten in mijn handen. In ieder geval, ja, ik vind ze heel mooi. Ik ben nog niet helemaal uit of ze zeggen, die moet je echt kopen. Dat weet ik niet zo goed. Maar als ik eentje mag aanwijzen die bijzonder is, is het echt de lavendelkleur. Die is heel mooi. Waarvan ik eerst dacht van, nou ja, hij is gewoon zilver. Is die in bepaald licht toch echt wel lavendel. Dus dat maakt hem wel mijn groot favoriet. En een peach highlighter, ja, weet je, dat is gewoon mooi. You can never go wrong with you can peach. Never go wrong with peach. Nou ja, preach, man. Door naar de laatste favoriet van mij. Ik ben weer zwanger. Mocht je het nog niet weten op Live Life Gorgeous, heb ik het inderdaad niet officieel echt aangekondigd. Maar inderdaad, nummer 2 komt eraan. Ik smeer mijn buik dus weer braaf en ik ben inmiddels al over de 20 weken, dus over de helft. Dus ik heb bij de vorige keer aardig wat strié op mijn heupen opgelopen. En ik, nou ja, ook al weet ik eerlijk gezegd dat het niet voorkomen kan worden door te smeren, ga ik het toch maar proberen. Ik bedoel, het baat het niet, dan schaadt het niet. Dus daarvoor gebruik ik de Argandia arganolie. Deze is 100% puur, geen parfum erin en zo. Dus dat vind ik altijd wel heel lekker. Lekker vet. Ja, dat gaat hard hoor. Ik heb volgens mij voor jou nog wel een echt pure arganolie in mijn kast. Nou, is wel. Voor het smeren. Voor smeren. Het baat het niet, dan schaadt het niet nogmaals. Dus deze wordt weer veel gebruikt. De laatste favoriet van mij, en daar krijgen jullie nog een review over te lezen volgende week, want ik ben te druk bezig met ooglookjes voor jullie maken, is de Anastasia Modern Renaissance Palette. Die is al eventjes uit. Mag ik hem even bekijken? Jij mag hem even bekijken. Ten eerste, die verpakking, ik krijg nog een review te lezen, dat vind ik heel mooi, een beetje dat lila met rosé. Het is een heel bijzonder palet, moet ik zeggen. Ik heb het al eens gehad over... Dank u als assistent, Hanske's Han, weet je wel. Zo. Oh, Modern Renaissance. Kijk, ja. Nou ja, wat ik vind van het palet is normaal, als je een cool palet hebt, zitten er eigenlijk bijna geen warme kleuren in. Nou is dit niet zozeer een cool palet, maar er zit wel heel veel bruin in. Heel veel tinten om hem op te warmen, van oranje tot rood. En het meest bijzondere vind ik aan dit palet, eerlijk gezegd maakt dat hem echt bijzonder, want de rest is gewoon een beetje standaard. Maar de twee roze kleuren, die heten Venetian Red. Venetiaans rood inderdaad. En Love Letter, dat is dus deze. Ja, dat zijn wel echt hele bijzondere kleuren. Vooral die roze, die maken het echt wel heel tof. Zeg maar, zoals ik mijn haar, zeg maar... Ik verf mijn haar altijd in cyclaam, hè. Dus dat is niet echt rood. Maar heel veel mensen vinden dat heel mooi. En rood gebruik je ook wel net als oranje om op te warmen. En als je dus roze gebruikt, dat kan ook heel goed. Dan heeft het net weer een ander effect. Maar ik vind het oprecht een heel leuk palet. Had ik eigenlijk niet verwacht, maar ik vind hem echt heel mooi. Nou, nu we het over Venetiaans rood hebben, bedenk ik me. Ja, jullie moeten... echt even gaan abonneren op To Women. Want half oktober gaan Martine en ik naar freaking Milaan. Yes! En we gaan het natuurlijk vloggen à la de LLG Goes to New York vlogs. Maar dan op To Women, omdat het daar beter past onder de categorie reizen. Dus yes, wij gaan naar Milaan. Ik denk dat we daar ook mee afsluiten. Maar of ben je niet klaar met school? Ja, ik ben ook wel klaar. Ja, wat wordt dat vet. En ik ben ook wel, we blijven altijd ook wel make-up meisjes en fashion. Ja. Shopploggen, tuindingen en tuindingen. Tuindingen? Weet ik niet. Ik bedoel eigenlijk interieurdingen bedoelde ik. Maar hartstikke leuk man, Milaan. Ik heb het bij Holland's Next Topmodel laatst gezien. Oh. En toen zag ik allemaal van zeg maar Gucci en Prada. En echt van die gigantische shoppingwinkels. Toen dacht ik, halleluja. We gaan daar echt helemaal gek. Dus echt abonneer je op To Women. Want we hebben ook een extra koffer ingecheckt. Die mag normaal in handbagage meenemen. Ja. Wij nemen nog een extra koffer allebei, mee. Allebei. Dus verheug je echt. Je gaat gewoon leeg heen. Ja. En ik hoop echt bij Gods gratie dat we ook echt wat vinden. Ja. Dat we ook helemaal lens kunnen shoppen. Ja. En we gaan echt eten, jongen. Je wilt het niet weten. Nee. We gaan met 10 kilo dikker gaan we gewoon terug. Dat is gewoon echt... Precies, dat is ons goal. Statement. Gewoon echt na 15 ijsjes, 20 borden pasta, weet je wel. Wie dan? 100 keer, hoe noem je ook weer die aperitiefjes die je allemaal krijgt, het voorgerecht eigenlijk? Aperitief? Nee. Antipasti. Antipasti, ja, precies. Oh, pizza. Pizza, alles echt. Jongens, koffie. Als jullie nog tips hebben voor naar Milaan, laat ons weten. En dan bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!